Goedemorgen lievelingen. Ik moet vandaag mijn boeken gaan inleveren. Ik ga eventjes snel heel lichtjes make-up opdoen. En dan gaan we mijn haar ophalen. En dan gaan we de boeken inleveren. Nou, Manar en ik hebben net onze boeken ingeleverd. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik op deze kutschool ben. Want het is een kutschool. Het is echt de meest kutte school waar ik in mijn hele leven op heb gezeten. Mijn kinderen gaan hier ook niet naartoe. We gaan nu naar de stad. En dan ga ik Manar weer dumpen, want ik ben haar nu alweer zat. Nou, ik ben weer terug in de auto samen met Manar. We zijn even de stad in geweest. Maar alles wat ik wilde hadden ze niet. Super irritant. Dus ik denk dat ik naar een ander deel ga van de stad. Want er zijn wel een aantal dingen die ik gewoon echt moet hebben. Maar het is zo ontzettend warm. Het is echt gewoon niet eens meer leuk. Like, I am dying. Een hele goede morgen, middag, lievelingen. Ik zie er nu nog een beetje raar uit met het haar. Ik ga fietsen en ik hou dit haar even in. Want het is volgens mij nog nat en anders wordt mijn haar pluizig, wat het nu al een beetje is. En ik ga vandaag naar mijn vriendin. Dus ik ga jullie meenemen. Nou, het is natuurlijk weer eens wat anders gelopen dan, dan mijn planning was. Ik ben nu pas op school. En we zijn nu 3 uur later. Ik ga met een vriendinnetje op school afspreken, want ik moet nog mijn spullen uit mijn kluis halen. Dit is de laatste keer dat ik weer op school ga zijn, hoop ik, want ik ben helemaal klaar met deze kut. Dus ik ga even kijken of mijn kluis helemaal leeg is. Dan ga ik daar mijn zooi uithalen. En ik had nog een fiets hier zo liggen. Dus, gaat irritant man. Dus die hebben mijn paps en ik even opgehaald. En dan meet ik zo meteen mijn vriendinnetje hier. Het is echt aardig leeg. Ondertussen ben ik bij mijn vriendinnetje. Haha, stond je er bijna op. We zijn nu even door de stad aan het lopen. Het is heel erg warm. Dus we dachten we gaan even een wandelingetje maken door de stad. En gewoon ergens in de schaduw zitten of zo. Dus dat zijn we nu aan het doen. We zijn een schaduw aan het vinden met een bank. Dus dat. Ik ben momenteel op het station. Ik ben aan het wachten op mijn trein. Mijn vriendinnetje heeft me net naar het station gebracht. En we staan hier. Nou, zij staat nog eventjes met mij te wachten. En dan ga ik weer naar huis. Het was een vermoeiende dag. Heel vermoeiend. Heel warm. Ja, heel warm. Ja. Oh, je trein staat er. Niet. Nee, dat is een andere trein. Oh, sorry. Ik moet de andere kant op. Sorry. Maar anders zou ik ook niet gaan rennen hoor. Nee, echt hè. Dat is stuk. Nee, maar meer omdat ik dan al mijn zooi nog in mijn tasje moet doen en die moet dicht doen en... Dan nog niet gaan lopen. Mijn OV moet pakken. Struggle. Ik ga nu dus naar huis en als ik thuis ben zou ik nog eventjes gaan wandelen met mijn vriendinnetje. Een ander vriendinnetje. Maar... Ja, ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Moeten we even kijken hoe warm het wordt en of ik niet te moe ben. Dus dat. Ik ben met Anissa. Hoi Anissa. Hoi. We zijn aan het schommelen. Wacht. Oké, ik ga met 1 hand schommelen. We zijn aan het schommelen. En we gingen zo hoog en je moet haar lach horen. Zij is echt... Nee, maar... Dat komt echt door jou, anders moet lachen. Ah, door mij. Zij heeft zo een fucking grappige lach wanneer zij omhoog gaat en zo. En besef, we zitten hier gewoon in een speeltuin, in een woonwijk. Deze mensen in een achtertuin denken waarschijnlijk gewoon, what the fuck. Besef gewoon 2 meiden van 20 jaar, kijk wat we aan het doen zijn. En zij heeft de grootste lol van haar leven. Ja, ik voel een kind. Ik ook, maar schommelen is echt leuk hoor. Maar ja, dus... Ik ben met Anissa, dat wilde ik even zeggen. Nou, de vorige keer, jullie weten het toch? Kijk haar mij snappen. Mensen, ik weet niet waarom, maar mensen vinden het altijd leuk om mij te snappen wanneer ik de vlogcamera erbij haal, hè? Maar wat ik dus wilde zeggen, jullie weten toch dat wij altijd 50-50 doen. Als in, als wij gaan chillen, doet zij drinken meenemen of ik drinken en de ander doet de rest. Nou, ik ben skeer. Dus ik heb niks mee kunnen nemen. Wat ga je er echt uithalen, Ann? Dat ik skeer ben? Ja. Ja, wat kan ik daar aan doen? Dat is gewoon zo niet waar. Hoezo is dat niet waar? Hallo? Je hebt gewoon een dag alles en dan zeggen dat je skeer bent. Doe normaal. Oké, ik heb nu gewoon niks te besteden van mijn pinpas. Dat kan. Dus zij heeft iets voor mij meegenomen. Het is gewoon een blikje energy voor 40 cent. 45 zelfs nu. Dankjewel. Dat wou ik ze even op de vlog zetten hoor. En vast bewijs. Ja. Voor alle mensen die denken dat ik gierig ben, zoals Boekie. Ah, stuk Boeks. Boeks denkt niet eens dat je gierig bent hoor. Ja, maar soms denken ze dat wel. Echt? Ja. Oké, dat kan. Een hele goede avond lievelingen. Ik ben onderweg. Ik word zo meteen opgehaald door Boekie. Want ik ga naar haar diploma-uitreiking. Dus dat is wel leuk, want Boekie is wel geslaagd. Heel erg blij mee. Super leuk voor haar. Dus ik ben nu onderweg naar een plek waar ik dan word opgehaald. Of volgens mij zie ik ze al. Of misschien niet. Dat zou dan sneller voor haar zijn. En ja, dan hebben we ongeveer nog een kwartier om op school te komen. En dan begint de diploma-uitreiking. Oké, we zijn nu op school. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik op deze kutschool ben. Dit is de laatste keer dat ik weer op school ga zijn, hoop ik. Want ik ben helemaal klaar met deze kutschool. En we zijn te laat. Dus besef even. Wij zijn te laat, maar mijn mede-buitenlanders zijn ook te laat. Kenza, Ems. Dus besef even. Hier is de diploma-uitreiking op gang. Iedereen is gewoon aan het luisteren en alles. En dan hebben we hier zo Boekie. Die bij haar eigen diploma-uitreiking het WK aan het kijken is. Kijk, dit is mijn klas van dit jaar. Ik ben weer terug in de city en ik ga er vandoor, ja? No. Wil je dat ik nog even met je wacht dan? Ik ben wel naar huis. Oh mijn god, nee, doe normaal. Ik ga gewoon lopen hoor. Wel lief, doe. Ik ben achterop. Achterop je fiets? Nee, ik ga echt lopen. Nou ja, we hebben de diploma-uitreiking gehad. Ik heb iedereen nog gezien en zo. Was gezellig. Bla bla bla. Nee, we gaan lopen dan. Omdat lopen gezond is. Ik ben nu nog even met Salma. There she is. En ik ga nu naar huis lopen. Samen met Salma. Misschien gaat ze al wel fietsen. Like, subscribe, abonneer. Dat zeg ik nooit. Doe een blauw duimpje omhoog. Volgens mij zeg ik dat ook nooit. Ik zeg volgens mij gewoon altijd van... You're welcome, nu doe ik het voor je. Ja, is goed. Subtiel. Saddel. Doei lievelingen! Tjallos! Een hele goede middag lievelingen. Ik ga nu even naar het dorp, naar de stad. Ik moet even een pakketje terugbrengen. En dan kom ik weer naar huis. Nou, ik ben weer onderweg naar huis. Ik heb vandaag best een leuke avond. Ik heb namelijk een bruiloft. En ik kwam net uit de douche net. Dus ik dacht, ik wil even in de wind lopen. Zodat mijn haar gewoon natuurlijk droog wordt. En zodat ik dan gelijk mijn haar kan stylen. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. En volgens mij werkt het best wel. Volgens mij is mijn haar namelijk al droog. Ja, ik ga nu verder te fiets naar huis. Dan zie ik jullie zo weer. Nou, ik heb mijn haar gedaan, make-up gedaan, ik heb me omgekleed. En ik ben ready to go. We zijn even aan het wachten totdat we opgehaald worden. Want mijn pa is al eerder vertrokken. Die is bij de kerkdienst geweest. Dus we zijn nu aan het wachten tot we opgehaald worden. En dan gaan we naar de bruiloft. Het is een bruiloft van best wel goede vrienden van ons. En het is een Irakees met een Nederlander. Dat heb ik volgens mij 1 keer eerder meegemaakt. En ik vond het echt leuk om mee te maken en bijzonder en zo. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het dit keer gaat zijn. Het is in dezelfde zaal als waar we laatst een feest hebben gehouden. Jullie zullen het vast wel herkennen. En ik zal denk ik daar ook wel gaan filmen. Ik moet natuurlijk wel even kijken met wat ik ga filmen allemaal. Want natuurlijk wil niet iedereen op beeld. Ondertussen een paar uur verder ben ik op de bruiloft. Ik heb ervoor gekozen om toch maar niks te filmen. Omdat het natuurlijk niet mijn bruiloft is. En ja, het zijn niet mijn mensen, weet je wel. Dus natuurlijk weet ik niet wie er wel op wil staan en wie niet. En ik ga natuurlijk niet iedereen vragen. Dus ja, ik heb er gewoon voor gekozen om niet te filmen op de bruiloft. Maar jullie horen wel een beetje van wat je op de achtergrond kan horen. Ik sta op het moment buiten. Met mijn neef. Hola. Oh, dit is wel leuk, want normaal gesproken is iedereen altijd een stuk groot. Alleen nu ik hakken aan heb. Ik ga wel zakken. Ja, dat moet dus iedereen altijd doen. Ga je het nog hebben over iets persoonlijks of zo? Ik weet niet, vraag maar wat je wil weten. Ik weet niet. Ik denk dat het geen succes gaat worden. Nou, dankjewel hè. You're welcome. Dus gewoon mijn neef, mijn bloedeigen neef. Ja, bloed hè. Nee, het is niet mijn bloedneef, maar het is wel mijn neef. Ja. Gewoon mijn eigen neef denkt gewoon dat dit YouTube ding geen succes gaat worden. Als ik op een gegeven moment een millie heb, moet je niet bij mij aankloppen hè. Nee, als ik hulp nodig heb. Denk het niet. Ik dacht het wel. Dus ja, hoe laat is het nu? Heb je enig idee? Pak je telefoon. Oh, je hebt zeker weer je telefoon niet bij je? Ik lig bij mijn zus, ze wilde foto's maken. Ja, echt irritant. Oh, wat is daar een oplader? Ja, dus ik weet niet, ik heb wel zin in taart. Ik ook, dus doe dat ding uit en laten we gaan eten. Wie zegt dat er nu al taart is? Mijn derde oog. Dus ja, wij gaan... Oh, mijn haar zat bij jou. Wij gaan denk ik... eventjes taart halen. Taart eten. Het is echt rustig nu. Het is echt raar. Oké. Nou. Ik ben weer lekker in mijn eigen huisje. Ik ga even deze kledderboel van mijn gezicht afhalen. Dan moet ik mijn bed opruimen. Want ja. Ja, ik gooi gewoon altijd van alles op mijn bed voordat ik ergens naartoe ga. En dan ga ik lekker slapen. Ik weet niet of dit make-up is op mijn gezicht. Lippenstift. Of dat ik gewoon zo rood ben. Maar ja, dat dus. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ik ben doodmoe. En ja, dat was het. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. Doei die verlengen.